is nog heel vroeg, een uurtje of 7:15. En we zijn zo vroeg opgestaan omdat we vandaag met de boot naar Tallinn gaan. En dat duurt eventjes, dus vandaar dat we zo vroeg zijn. De boot vertrok namelijk al om 9:30, wat betekent dat we om 7:30 de deur uit moesten. Dit is hem, de enige echte Finlandia, waar we onszelf maar liefst 2,5 uur moesten vermaken. Hoewel dat vermaak ook wel goed voor je geregeld wordt. Er is bingo, live muziek en een winkel aan boord. Wij speelden maar weer eens een kaartspelletje, dronken koffie om wakker te blijven en gingen boven kijken naar hoe de zon opkwam. En na een hele eeuwigheid was er ineens land. Welkom in Estland! Vanaf de haven is het iets van 10 minuutjes lopen naar de stadsmuur en je kunt al van veraf zien dat Tallinn niks minder dan awesome is. Wij waren geloof ik nog geen 5 minuten binnen toen we al tegen elkaar zeiden dat Estland misschien wel het hoogtepunt van onze trip naar Finland zou worden. En dat was ook zo, bleek later, want Tallinn is heel mooi. Ik vind steden waar alle huizen een andere kleur hebben altijd de beste steden. Hey pap! Hey Jas! In Estland mocht de zonnebril op, want het was super lekker weer die dag. We aten iets op een terras aan het Torenplein en ik kon natuurlijk de aardbeien-limoensieder niet weerstaan. Ik had het al eerder in Londen gedronken en het is fantastisch. Oh, en we maakten deze foto. Foto's zijn belangrijk. Daarna liepen we langs de Sint-Nicolaaskerk door naar de Alexander Nevsky-kathedraal, een Russisch-orthodoxe kerk. Binnen mocht je volgens mij niet filmen, want anders had ik dat wel gedaan, maar het zag er precies hetzelfde uit als de vorige Russische kerk, inclusief droomvluchtgeur. Daarna kwamen we terecht op een middeleeuwsachtig pleintje met de mentors, waar we een heel steil wenteltrapje op gingen om van dit mooie uitzicht te genieten. Het oude centrum van Tallinn is heel middeleeuws en dat buiten ze lekker uit door overal van dit soort muziek te spelen. Het is net de Efteling. Toen we de muziek zat waren, gingen we het trappetje weer af en vanaf dat moment deden we eigenlijk allerlei random dingen, zoals de stad bekijken van bovenaf. En van beneden af, of hoe je dat ook zegt. Omdat we nog wat tijd over hadden voor het avondeten, liepen we het oude centrum even uit en gingen we naar het nieuwe centrum. Daar sprongen we even de H&M in. Dit is een foto van mij aan de kassa met onder mijn arm een supermooie poster die ik even daarvoor gekocht had. Daarna gingen we gauw eten. Best vroeg, want de boot vertrok alweer rond 6:00. Gelukkig krijg je van al dat lopen berenwilhonger, dus deze broodjes met basilicumboter, dit vlees waarvan ik denk dat het lam was, maar dat weet ik niet meer zeker, en deze traditionele Estse carrot cake gingen er wel in. Njam! Hoi! Nou, welkom in Tallinn. Ik zal jullie even opleiden. Ga naar deze restaurant. Kijk maar eens even rond. Ja. Dat zijn mijn ouders. Hoi, ik ben Jurgen. Ik ben hier op bezoek bij mijn broer. En we zijn ook met z'n allen. Kijk maar even rond. Hoi, ik ben er ook. Hallo. Ja. Het is hier heel gezellig. We gaan nu beginnen aan het toetje. Kijk maar even rond. Daarna dus terug naar de boot waar we alweer 2,5 uur geëntertained werden. Er werd live muziek en karaoke verzorgd, maar wij vermaakten ons met kaartspelletjes, dit super gave ijsklontje dat papa in zijn Fanta kreeg en het maken van deze familiefoto. Toen we weer in Helsinki waren heb ik mijn best gedaan om beelden te schieten van Finnen die liters goedkope alcohol hadden ingeslagen, maar je weet hoe dat gaat. Als je ze wil zien, vind je ze nergens. Of ze hadden alles onderweg al opgedronken. Hallo, wij zijn net weer terug en nu is iedereen moe. Ik heb zelf ook al mijn mooie pyjama aan. Stiekem niet mijn eigen pyjama, maar nee, ik heb hem. Oh, mooi zo. Kom maar. Ingewikkeld hè, dit. En nu ga ik nog even lekker een recorderlicht cidertje drinken die ik net in de vriezer heb gelegd. En daarna lekker naar bed. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik ga de camera in de oplader hangen. En dan zie ik jullie morgen. Trusten. Goedemorgen. Vandaag is alweer onze laatste dag in Helsinki. Ik ben er weer een tijdje wakker, want nou ja, de laatste dag betekent ook dat je al je spulletjes weer moet inpakken en zo. Dus dat heb ik net gedaan. Kijk, hier staat mijn buit. En ik heb nog
een ander tasje, maar daar zitten allemaal vloeibare dingen in. Dus die moet bij iemand anders in de koffer. Ik weet niet goed wat er vandaag allemaal op het programma staat. Volgens mij gaan we gewoon weer een beetje door de stad lopen. We gaan straks eerst onze spullen op het station neerzetten. En dan doen we nog wat leuke dingen. Tot 4 uur ongeveer, want dan moeten we weer naar het vliegveld toe. We vliegen om 6 uur en dan komen we om 7:30 ongeveer weer thuis aan. Dus we hebben nog een middagje. Allereerst zetten we dus koers richting het Centraal Station, waar we al onze koffers onderbrachten in kluisjes. Daarna begonnen we kilo's lichter aan onze tweede tocht door de stad. Op maandag was het ook in Helsinki eindelijk zonnig, wat betekende dat we ons rondje van zaterdag deels opnieuw liepen om alle misfoto's opnieuw te maken. De Domkerk was als eerste aan de beurt. Daarna liepen we weer naar de haven toe, waar we dit keer wel alle grote boten in het water konden zien liggen. Wij gingen ook op een boot, alleen niet op zo'n grote, om naar het eiland Suomenlinna te gaan. Dat ligt vlak van de kust van Helsinki en is echt een aanrader als je de stad al een beetje gezien hebt. Als Wie is de Mol ooit naar Finland gaat, weet ik zeker dat ze op dit eiland een lasergame opdracht gaan doen. Het eiland is een beetje eerie en verlaten, afgezien van alle Chinezen dan. Onderweg maakten mama en ik deze foto. Pas achteraf kwamen we erachter dat we er weer precies hetzelfde op staan. Dat gebeurt ons wel vaker. Jut en Jul. Wij wandelden het pad maar gewoon af, wat leidde tot een erg mooi uitzichtpunt over de zee. En zo wijd, zo. Ja, maar zo wijd. Nu naar voren, zo boven je hoofd zo en dan duiken. Maar hoe mooi ook, we konden helaas niet al te lang blijven, want als we de boot terug zouden missen, liep heel ons schema in de soep en dat moesten we natuurlijk niet hebben. Uiteindelijk moesten we nog een heel klein stukje rennen, maar alles kwam net goed. Om 2:30 stonden we weer op het vasteland en gingen we op zoek naar lunch. Wij kozen voor het Hard Rock Café waar ik deze salade had. Dit was één van de goedkoopste gerechten op de kaart en hij kostte 20 euro. Echt hoor, als je het niet al arm was, maakt Helsinki het je wel. Nog een fotootje trouwens. Daarna gingen we terug naar het station en namen we de trein naar het vliegveld. Oké, mijn camera denkt dat het shirt van Jasper ook een gezicht is. Ja, die buik. Die denkt dus het kind is. Koen ging nog heel eventjes met ons mee, maar liet ons bij de gate achter. En vanaf dat moment was het vooral heel lang wachten. Na 3 dagen lopen was ik wel op dat punt beland dat staan gewoon niet meer fijn is. En na 4 uur wachten en vliegen vond ik zitten ook niet echt meer prettig. Dus ik vond het erg fijn om thuis te komen. Vooral omdat er iemand op me stond te wachten, natuurlijk. Shit, gaat heel snel.